mobili. Goedenavond en welkom bij deze nieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Abigail Kemp, van harte welkom. Criminaliteit is een verzamelnaam voor misdaden, dus handelingen, die door een wettelijke bepaling als misdrijf strafbaar gesteld zijn. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van criminaliteit en de bestrijding zal bij elke vorm ook anders zijn. Door de dagelijkse portie sensationele verhalen over criminele bendes en ook politieberichten over verkeerscriminaliteit, roofovervallen, liquidaties en schietpartijen via de media, maar vooral social media, wordt door mensen het gevoel van onveiligheid gevoed. De vraag is of deze gevoelens stroken met de reële situatie en hoe hierop eventueel ingespeeld wordt door betrokken actoren. Dit alles en nog meer in deze aflevering van Opinie, waarbij we zullen praten over criminaliteitsbestrijding. De gast voor vanavond is Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie. Getrouw is van huis uit ambtenaar van politie. Hij begon zijn carrière in 1988 en heeft op verschillende afdelingen binnen het korps gediend, waaronder de motorsurveillance dienst, de afdeling HRM van het KPS, etc. Verder is hij de eerste buurtmanager geweest. Getrouw heeft naast de verschillende opleidingen binnen het KPS ook een Bachelor in Law. In 2010 deed hij de overstap naar de private sector. Daar heeft hij kort zijn krachten gegeven aan SLM en wel de luchtvaartbeveiliging. Daarna stapte hij over naar de NV Luchthavenbeheer. Hij vervolgde zijn carrière bij de Volkskredietbank. In 2015 behaalde hij zijn Master in International and Comparative Law. Hij beëindigde zijn carrière als waarnemend filiaalbeheerder bij de VCB om de functie van minister van Justitie en Politie te aanvaarden. Dames en heren, Stuart Getrouw. Hartelijk welkom, minister, in dit programma Opinie. Wij zijn enorm blij dat u toch tijd vrij hebt gemaakt om te participeren in dit programma. Welkom. Bedankt, goedenavond en bedankt voor de gelegenheid mij geboden. Alsjeblieft. Minister, u bent vanaf 2018 aangesteld als verantwoordelijk op het ministerie van Justitie en Politie. Hoe heeft u deze periode tot nu toe ervaren? Het is voor mij een leerrijke ervaring en belangrijk te noemen is het feit dus dat het toch wel positief, de ervaring welke ik heb opgedaan. Ja. Positief in de ruimste zin des woords. Ik heb veel moeten opdoen. Ik heb veel geleerd wat het mensenkennis, dat heb ik ook opgedaan. En eigenlijk om zaken vanuit een andere situaties te benaderen. Ik kan niet negatief zijn. Ja. Ja? Belangrijk is aan te geven, ik geef het ook altijd aan, dat de bijdrage welke de medewerkers van het ministerie van Justitie en Politie en de diverse korpsen van eminent belang is. Ik probeer het zo komisch mogelijk over te brengen. Dat zij doen het werk. Ik ben maar een toevallige voorbijganger. En er gaat geen dag voorbij dat ik ook leer van mijn mede-collega's. Ja? Van de mensen op het ministerie. Je moet verder gaan met je eigen ontwikkeling. Ja? De hele samenleving, nationaal en vooral die internationale samenleving, is constant in beweging. Klopt. Al bij al is het voor mij een zeer positieve ervaring. Vaak genoeg wordt mij de vraag ook gesteld van hoe ga je ermee om?
er wordt gesteld dat het een zwaar ministerie is, ja, om te besturen. Maar vanwege het feit dat ik het niet alleen doe, ik heb een sterk team, ja, twee sterke directeuren, en wij openstaan voor alles wat naar ons toe komt, ja. We zijn vaak in meetings, in conclave met onze werkvloer. Kan ik dit aangeven? Ja, ik kan niet bevestigen dat het een zware ministerie is. Er is geen dag voorbij gegaan waarbij ik kan zeggen van, je komt met tegenzin, doe je het ministerie aan. Ja. Of je gaat met een neergebogen hoofd terug naar huis. Mijn eigen mensen kunnen het beamen. We gaan met plezier. Ik ga met plezier. En ik vertrek lachend. Maar je bent constant in beweging. Ja, je bent constant bezig om naar oplossingsmodellen te zoeken. Om eigenlijk het bestuur op de juiste wijze zo adequaat mogelijk uit te voeren. Samen met je mensen. En we zijn nog niet waar we moeten zijn. Maar ik kan wel zeggen dat we op de goede weg zijn. Dat is belangrijk. Ja, zeker. Actueel zijn de berovingen op de scholen de afgelopen week. Was dit er al of is dit een nieuw fenomeen waaraan gelijk rugbaarheid is gegeven? Naar mijn informatie gaat het echt om een nieuw fenomeen. Oké. Zoals ik het al eerder heb gezegd tijdens mijn beantwoording tijdens de laatste DNA-vergadering, was de rapportage aan mij dat het over één geval ging. En de dag daarop is er melding gedaan van de aanwezigheid van een zwerver. Ja. Dat neemt niet weg dat je alert moet zijn. Want ook die zwerver op het schoolerf kan voor overlast zorgen. Kan ook een gevaar zijn voor de kinderen en voor de docenten, de leraressen. Van andere gevallen moet ik nog de rapportage bekomen. Gisteren heb ik ook begrepen dus dat er de dag tevoren, eergisteren, moeten zijn, ook een soortgelijk geval zich heeft voorgedaan te Quetta. Ja. We zijn bezig dat te onderzoeken. Van belang is dat we er niet blauw-blauw mee omgaan. Ja. We hebben gelijk vanuit de korpsleiding gezorgd voor de nodige maatregelen, de mitigerende maatregelen, welke op dat moment bestaan tot nu toe, die om die surveillance, de zichtbaarheid in de omgeving van Latour en de overige scholen, niet alleen in het gebied van Wanica, maar ook in Paramaribo zichtbaar te maken, om daar die surveillance eigenlijk te optimaliseren. Okay. Zoals eerder aangegeven is het ministerie van Defensie is gestart met het beveiligen van de scholen. En dan gaat het niet alleen maar om de school van Latour. Ja. Er zijn 9 scholen in het gebied Wanica in beeld gebracht. Maar ook de scholen in het noorden zullen worden voorzien van de beveiliging gedaan door het ministerie van Defensie. Oké. Denkt u dat de scholen ook zelf moeten gaan zorgen voor hun beveiliging? Of is dat een taak van de regering? Nou, de scholen vallen onder het ministerie van Onderwijs. Ja. Maar het is de taak van de gehele regering dat zaken integraal moeten worden aangepakt. Er moet sowieso een gedegen samenwerking zijn tussen het ministerie van Onderwijs, Justitie en Politie en Defensie. Behalve de surveillance die u zo net aanhaalde, zijn er nog andere zaken in de pijplijn om het veiligheidsgevoel bij de scholieren en de leerkrachten nog meer te waarborgen? Kijk, belangrijk is om aan te geven dat er in die gebieden een buurtmanager is aangesteld. Okay. Ja, en die zal dagelijks in contact treden met de schoolleiding om over zaken te praten. Misschien moet er een update plaatsvinden. En na overleg met de buurtmanager, die rapporteert dan verder door naar de korpsleiding. Dat is het meest belangrijke, het contact met de schoolleiding. Zodat we ook van strategieën kunnen veranderen, eventueel bijstellen. We horen ook veel over criminaliteit en de bestrijding daarvan. Wat is het beleid van uw ministerie daaromtrent? Nou, het beleid is, dat is vanaf het begin heb ik het aangegeven, dat we alles op alles moeten doen
om het veiligheidsgevoel te waarborgen. Is er een plan? Ja, er is natuurlijk een plan. Ja, en belangrijk is om aan te geven dat het niet alleen het gegeven is van het ministerie van Justitie en Politie, maar er zijn verschillende actoren daaraan verbonden. Maar om te komen tot de uiteindelijke criminaliteitsbestrijding, hebben we ook die samenleving nodig. Ja, die moeten ook een belangrijke bijdrage leveren. Eerlijk moet ik aangeven dat dat ook plaatsvindt. Er is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Politie, het ministerie van Defensie. En niet te vergeten het directoraat Nationale Veiligheid. Want die heeft een belangrijke rol, ja, in het geheel. Want criminaliteitsbestrijding geeft niet alleen aan dus dat het preventief moet worden opgetreden, repressief moet worden opgetreden. Want dat is nadat het geval zich heeft voorgedaan. Maar voor de preventiviteit is intel informatievergaring van eminent belang. En daarvoor is het directoraat Nationale Veiligheid in beeld. En het gaat niet alleen maar om criminaliteitsbestrijding naar 2020 toe. Ja. Maar het heeft een duurzaam karakter. Snapt u? Ja. Belangrijk is, die rust moet er zijn. Ja? Het veiligheidsgevoel moet er zijn. Ja. Naar berovingen waar we zeg maar een update van krijgen in de politieberichten. Merkt u een verruwing van die criminaliteit op? Of mogen we gerust zijn en zeggen van, we zijn toch aan het dalen? Wat de cijfers betreft. Eerlijk gezegd, als we de statistieken moeten nagaan en de berichten van de politie, de berichten die mij bereiken, ja, de berichten die de politie lanceert, die zijn gebaseerd op feiten, dan kan ik niet aangeven, ja, kan ik niet bevestigen dat er sprake is van verruwing. Okay. Er is een bepaalde rust. Ja, als we het moeten gaan vergelijken met de voorgaande perioden, dan is er sprake van een daling. Wat er wel gebeurt, dat we plotseling worden opgeschrokken, ja, door een bepaalde daad welke gepleegd is geworden. En dan heeft dat een dusdanige impact. Hoe wij daarmee omgaan, elk moment dat er melding is van een soortgelijk geval, ja, scherpen we aan. We blijven aanscherpen. Ja, we blijven aanscherpen. De middelen die komen nu vrij. Zoals u het ook eerder heeft gehoord, zijn er reeds voertuigen ter beschikking gesteld, ja, waardoor we die surveillance kunnen optimaliseren. Dat zou net mijn volgende vraag zijn. Hoe equip is de politie om te kunnen optreden? Nou, het is nooit genoeg, hè? Ja. Het is nooit genoeg. Maar belangrijk is dat langzaam maar zeker, ja, vanuit de overheid die middelen worden vrijgesteld. En Ik moet ook aangeven dat er ook vanuit die samenleving, want er zijn goede samenwerking, er is een goede samenwerking met verschillende NGO's en ook die private sector. Ja? Ieder levert een bijdrage. Ik heb vanaf het begin aangegeven dat ook zou moeten. Waarmee we nu bezig zijn, is om te beginnen met het gebied Wanica, een risicoanalyse te maken. Dat wil ik aangeven door te zeggen van, dat er per gebied, we zijn nu bezig om een opdeling te maken. En eigenlijk het criminaliteitscijfer te bepalen. Wanneer we dat gedaan hebben, en dat is heel binnenkort, wordt ik daarover gerapporteerd. Zullen we in de gebieden waarbij het percentage het hoogst is, die containers plaatsen. Wanneer ik praat over die containers, dan moet je even denken aan de container, het bouwwerk dat geplaatst is nabij het Rietbergplein, naast die service station. Ja, ja, ja. Ja? Die gaan we dan plaatsen in die gebieden. Wat gaan we daar dan doen? Er worden manschappen daar gestationeerd, 24/7, alleen maar om ervoor te zorgen dat de politie zichtbaarder is, ja, en ook om de reactietijd te verkorten. Ik bedoel, dan moeten we toch kans van slagen hebben. Ja. Ja? Ja. Hetzelfde zal ook gebeuren in het oosten. Men is nu ook bezig om in het oosten, daar heb ik over het Marowijnengebied, van Mungo tot verder het oosten in, om ook een risicoanalyse te doen. En dan zal er een plan, een gedegen plan worden geformuleerd. En op basis daarvan zullen we dan meer mensen inzetten, de middelen aanschaffen.
U heeft het zelf ook gehoord. Er is een dringende roep naar boten, want die hebben we echt niet. Ja. Ja? Maar het gaat erom dat jij niet alle dol mensen kan sturen naar het gebied. Niet dat de politie nu niet aanwezig is. De politie is wel aanwezig. Ja. Maar het gaat om een stukje efficiëntie en effectiviteit om ook daar de criminaliteit te bestrijden. Behalve de equipment, ondersteunt de wetgeving het optreden van de politie zeg maar in voldoende mate? Zeer zeker. Ja. Ja? Er is een politiehandvest. Men zegt dus dat is eigenlijk de bijbel van de politie. In het handvest is duidelijk aan te geven hoe de politie haar werkzaamheden ja, moet uitvoeren. Je hebt ook, er is duidelijk aangegeven wat de rol is van de districtscommissaris. Maar belangrijk, de rol van de procureur-generaal, die eigenlijk leiding geeft aan het Openbare Ministerie. De procureur-generaal komt op een gegeven moment in beeld. Wanneer er een strafbaar feit zich heeft voltrokken, dan vangt het voorbereidend onderzoek aan. Ja? Zo gauw de eventuele verdachten zijn aangehouden, dan komt die hulpofficier in beeld. Dat is een politie-inspecteur, te beginnen van inspecteur van politie derde klasse, die inspecteur met één ster. Hij moet dan gaan toetsen of die aanhouding rechtmatig is geweest. Wanneer hij dat gedaan heeft, dan treedt hij in contact met het Openbare Ministerie, met een officier van justitie en politie. De officier van justitie en politie, wat de situatie nu is, die beslist op basis van de rapportage aan zijn persoon of haar persoon toegedaan, of de betrokkenen al dan niet in verzekering zou worden gesteld. Dan komt het vervolgingsonderzoek in beeld. Dat wil zeggen dat het Openbare Ministerie zich zal dan belasten om dan de richtlijnen te geven aan de politie om het voorbereidend onderzoek voort te zetten. Dus dat is de procedure. Ook is in het politiehandvest aangegeven van hoe om te gaan in bepaalde situaties. Dan hebben we het over het gebruik van geweld, het toepassen van geweld. Ja? Zal zulks voldoen aan proportie? Of kunnen we praten over een stukje subsidiariteit? Ja? Is het wel nodig dat het geweld wordt toegepast? Ja? Is het toegepaste middel bij de mate van geweld wel rechtmatig? Dus om wat het optreden van de politie betreft, dan kunnen we zeggen dat er voldoende mate regelgeving is, ja, om daaraan te kunnen voldoen. Maar het handvest is ook, dateert ook vanaf 1971. We leven nu in 2019. Dus er moet sowieso sprake zijn van herziening. Om verder te gaan, we hebben een wijziging op het wetboek van strafrecht. En we zijn nu ook bezig in de nabije toekomst om wijzigingen, aanvullingen te brengen wat betreft het wetboek van strafvordering. Maar tot nog toe kan ik wel aangeven naar mijn mening dat er genoeg, dat de wetgeving voldoet om eigenlijk een gedegen uitvoering te geven aan het optreden van de politie en de rechterlijke macht. Wanneer we zeg maar rekenen op de ondersteuning van burgers, hoe worden burgers beschermd bij het geven van tips aan de politie? Nou, tot nog toe, er is natuurlijk een tiplijn. Mm-hmm. En we hebben er alles voor en we hebben alles gedaan om zo mogelijk de meldingen anoniem te doen plaatsvinden. Snap je? Want de burgers moeten natuurlijk beschermd worden. Want als we dat niet kunnen realiseren en garanderen, dan hebben we een probleem. Ja. Want de burgers, we hebben ze nodig. Want we zijn er niet overal. Snap je? De oren en de ogen vanuit die samenleving hebben we nodig. We zijn ook bezig aan het verscherpen daarvan. Ja? Ja. Op een gegeven moment zal er ook de launch plaatsvinden van een nieuwe cloud, waarbij mensen rechtstreeks via die digitale wereld de informaties kunnen doen toekomen aan de justitie. En dan komen ze helemaal niet in beeld. Dus die garantie is er wel.
Maar van belang is om aan te geven, en ik sta er echt wel achter, dat de mensen die ons voorzien van de juiste informatie, beschermd zijn. Heeft dat wel effect op het optreden van de politie? De hulp vanuit de samenleving? Ja. U heeft er geen hoogte van, ja, welk belang daarmee wordt gediend. Ja? Het is, we kunnen het eigenlijk niet zonder die samenleving. Ja? U merkt wel, als u die positieve berichten welke verschijnen in de media nagaat, dan worden er de strafbaar feiten gepleegd. Maar kort daarop vinden ook die aanhoudingen plaats. Hoe denkt u dat de politie erin slaagt? Die informatie vanuit die samenleving. Anders lukt het niet. Snapt u? Ja. Dus ik ben die samenleving wel meer dan dankbaar. Ja, en ik zou ook van deze plek ze oproepen om ons te blijven ondersteunen. Want u merkt het toch? Berovingen worden opgelost. Ja. Ja? Kijk maar het geval van Latour. Kijk hoe snel het is gegaan. En kijk wat het onderzoek heeft uitgewezen. Dat die vermeende verkrachter en die berover één en dezelfde persoon zijn. Maar hoe zouden we daarachter kunnen komen? Die samenleving liever die bijdrage. Niemand anders. Ja, ja. Denkt u dat controle en surveillance voldoende zijn om criminaliteit in te dammen? Of spelen ook andere maatschappelijke factoren? Controle en surveillance zullen nooit voldoende zijn. Ja? Als er andere maatschappelijke factoren een rol spelen, dan wil ik het over een andere boeg gooien. We praten weliswaar, we hebben vanaf het begin gesproken over het veiligheidsgevoel. Ja. Maar waar vangt het aan? Bij u als individu. Wie moet het als eerste, wie moet uw eigen veiligheid waarborgen? Uzelf. Dat is het belangrijke. Wij leveren het bijdrage. Het is, ik wil me niet op het vlak wagen om aan te geven dat er andere maatschappelijke issues zijn die eigenlijk ook een bijdrage kunnen leveren naar criminaliteit. Die zijn er wel. Maar ik wil het toch ook niet. Ik wil er niet als zodanig een punt van maken. Want om over te gaan tot een criminele daad, is de keuze die je zelf maakt. Het is echt wel een keuze die je zelf maakt. Maar zijn er ook geen andere factoren? Men geeft aan armoede. Desalniettemin is het de keuze die je zelf maakt. We leven in Suriname. Snapt u? Ja. Men zegt er is geen werkgelegenheid. Wil jij als individu zelf wel werken? Wil je zelf in jouw onderhoud voorzien? Op de juiste wijze. Laten we alvast daar een antwoord beginnen te geven. Dat is de keuze die je maakt. Maar belangrijk is dat wij als overheid, wij zijn belast met de handhaving, ja, en de controle. En daaraan moeten we zo goed mogelijk invulling geven. Ja? Daarvoor zijn wij eigenlijk geroepen. Ja. Maar ik blijf het zeggen, het is de keuze welke je zelf maakt als individu. Zonder aanzien des persoons. En dan wil ik ook niet gaan stigmatiseren, want dat kunnen we niet doen, want het is breed. Dat mensen zich schuldig maken aan criminelen. Of handelingen die strafbaar zijn gesteld. Ja. Denkt u dat er genoeg gedaan wordt voor slachtoffers? Daarop moet ik ook aangeven dat het nooit genoeg zal zijn. Maar belangrijk is dat er vanuit sowieso het ministerie van Justitie en Politie. Ook daar is die samenwerking met andere actoren. De andere ministeries. Volksgezondheid. Onderwijs. We mogen het ministerie van Arbeid niet vergeten dat er wel de nodige aandacht wordt gesteld aan de nazorg van slachtoffers. Die begeleiding. Het zal nooit genoeg zijn. Maar belangrijk is dus dat ook op dat gebied die aanscherping plaatsvindt. Wanneer een case is opgelost door de politie, krijgt de samenleving niet altijd een update. Is dat een strategische overweging of is het volgens u dat de politie toch meer moet gaan communiceren met die samenleving? Laat me dit even zeggen. Er is ook vaak gevraagd, ook vanuit
de Nationale Assemblée, wat de status quo is van een bepaald onderzoek. Ja. En daar heb ik het ook al eerder aan gegeven, dat wij niet diep gaan kunnen ingaan op het beantwoorden van die vragen. Zoals ik je eerder heb aangegeven, komt het Openbaar Ministerie kort na de aanhouding. Nu is het een proces van binnen 4 dagen. Ja? Nee, herstel is binnen dezelfde dag. Binnen 6 uur komt het Openbaar Ministerie al in beeld. Okay. Ja? Waarbij men moet overgaan tot de inverzekeringstelling van de verdachte. Zo gauw dat plaatsvindt, dan kan men geen informatie verschaffen aan die samenleving. Want we moeten voorkomen dat het vooronderzoek reeds gestoord wordt. Ja? Ja, ja, ja. Je weet hoe het gaat in Suriname. Ja, maar tak zijn niet echte. Snap je nog? Van het een komt het ander. Ja. En daarna, dus het vooronderzoek mag niet te verstoord worden. En op het moment dat het Openbaar Ministerie in beeld komt, dan is het de rechterlijke macht die aan zet is. Oké. Okay. Het Korps Politie Suriname is een werkarm van het Ministerie van Justitie en Politie. Ja. Het Ministerie van Justitie en Politie wordt de uitvoerende macht. En u heeft wel eerder gehoord van de scheiding der machten. Ja. Ik heb het vaker gezegd dat het Ministerie van Justitie en Politie de rule of law, wat niets anders betekent dan die democratische rechtsstaatsgedachte, onderschrijft. Dat we zeggen van, we komen er niet onderuit om zaken zoals de wet, ja, de wet moet ieder dienen. De wet geldt voor ieder. Die scheiding der machten en die onafhankelijke rechtspraak waarin niemand mag komen, wij moeten dat. Het is van eminent belang dat je dat onderschrijft. Je moet het respecteren. Ja. Dus om terug te komen op het vervolgonderzoek, waarvan wij geen melding kunnen maken wat de stand van zaken is, dat is in het verlengde van die onafhankelijke rechtspraak. Ja. Snapt u? Dus de politie doet zijn deel. Zijn deel. Ja. En het vervolgtraject is onder supervisie van het Openbare Ministerie. Snapt u? Ja. Je mag het niet verstoren. Maar om terug te komen op de vraag die u gesteld heeft, daadwerkelijk kunnen wij bij wijze van spreken nog dus meer informatie verschaffen aan die samenleving wanneer zaken worden opgelost. Want die zaken worden opgelost. Aan het eind van het jaar moet er natuurlijk moet men onderzoeken wat het oplossingspercentage is geweest van het afgelopen jaar. En dan nog de vergelijking maken met de voorgaande jaren. Ja. Maar we zijn langzaam maar zeker toch wel bezig daarmee. En de publiciteitsdienst van het Korps Politie Suriname doet haar uiterste best om zo transparant mogelijk te zijn naar die samenleving. Om die samenleving ook op de hoogte te houden van de gang van zaken. Want er moet ook een geruststelling zijn naar die samenleving. Precies, zodat men ook weet dat de politie echt werkt. Terecht. Soms heeft men wel het idee dat zaken niet worden opgelost. Precies. Maar gelooft u mij? De zaken worden opgelost en de verdachten van de verschillende cases worden aangehouden en worden ook nog op de juiste wijze gevonnist. Oké, dus er is een geruststelling daarbij. Echt wel. Ja. Wat zijn de vooruitzichten op beleidsgebied, op beleidsniveau voor uw ministerie? Nou, het is aanscherpen voor alles. We hebben al zoveel gesproken over dat stukje van criminaliteitsbestrijding. De rechtsstaatsgedachte. Ja? Daar moet er ook aanscherping aan bij plaatsvinden. Zoals u ook de afgelopen week heeft gemerkt, zijn wij ook bezig met op het andere niveau. Ja? Waarbij de samenwerking met de internationale mogendheden, de internationale instanties, ook naar voren is gebracht. Ja. Ook daar zal er aanscherping moeten plaatsvinden. De rechterlijke macht, daar mogen we niet voorbij gaan. Daar zijn we ook bezig. Belangrijk is om te weten om
omdat het ministerie van Justitie en Politie breed bezig is met het upgraden. Zaken die al die tijd hebben stilgelegen, die, ik zal niet zeggen dat ze uit de kast worden gehaald, maar we werken er naartoe om klaarheid te brengen om zaken in de juiste richting te geleiden. Wat het Korps Politie Suriname betreft, dus Korps Politie Suriname is ook zo vaak in beeld geweest, kan ik aangeven, ook in het verlengde daarvan, de overige korpsen geldt hetzelfde, dat wij bezig zijn om de rechtspositie van de mensen te corrigeren. Ja. Daar waar zaken zijn blijven liggen, moet er correctie aan worden gebracht. Zaken worden hersteld, wat de rechtspositie betreft. Ook op het vlak van de lonen zijn we bezig om samen met de andere actoren, het ministerie van Binnenlandse Zaken, ja, om ook daar de correctie aan te brengen. Dat is een heet hangijzer geweest de afgelopen periode. Het is een heet hangijzer, maar gebleken is dus dat er veel verkeerd is gegaan. Niet bewust, mm-hmm. Ja, maar er moeten duidelijk wel zaken worden gecorrigeerd, worden hersteld. Ja? Laat me dit ervan zeggen, we leven in een dynamische wereld. Dus ook moeten wij meegaan met de ontwikkeling. En dat geldt niet alleen voor het Korps Politie Suriname. We hebben het Korps Penitentiaire Ambtenarij. Ja. We hebben het Korps Brandweer Suriname. En we hebben nog de bijstands- en beveiligings- en bijstandsteam, ja. Suriname. Maar alles valt in staat met de motivatie van de leden van diverse korpsen. Motivatie van de medewerkers van justitie en politie. En die motivatie kan je alleen maar bewerkstelligen door op de juiste wijze het contact te hebben, zowel collectief als individueel met de mensen. En dat is eigenlijk de basis. Dat is de kracht. En met trots mag ik zeggen, het is nog niet wat het wezen moet. Maar die rust is er op het ministerie van Justitie en Politie. Want dat is het streven geweest. Dat is de basis. Als die rust er is, intern, ja, dan zal het ook als een olievlek werken naar die samenleving toe. Die rust moet er zijn. Die mensen moeten met plezier naar het werk komen. Eerlijk waar. Wanneer ik soms 7 uur naar binnen rijd, dan mag ik met trots zeggen, ik zie lachende gezichten. En ik zit niet in een ivoren toren. Ik verschijn plotseling in de kamers. Natuurlijk wel. Ja. Dit is maar een momentsopname. Het zijn van minister. Precies. Snapt u? Ja. Maar we moeten verder gaan in die samenleving. Dus die rust is er. Het kan nog rustiger worden. Maar belangrijk voor mij is dat die mensen met plezier naar het werk komen. Ja, dat ze op een gegeven moment op hun klok kijken, op hun horloge kijken. Maar het is al 3 uur. We moeten naar huis om terug te komen. Ze wachten niet op die 3 uur. Nee. Ja. En dat geldt ook voor de korpsen. Hier en daar heb je natuurlijk wel wat uitspattingen. Maar dat wil zeggen dat er gewerkt wordt. Tuurlijk. En ook elk gezin, als je 5 zonen hebt, zal er altijd 1 zijn of 2 die ondeugend zijn. Hè? Precies. Maar ook die vangen we op en die begeleiden wij ook om minder ondeugend te zijn. Want van belang is voor mij om aan te geven dat die samenleving, ja, het veiligheidsgevoel moet hebben. Ik probeer zo goed mogelijk met de mensen om te gaan. Ik leer van ze. Zij ondersteunen mij. Maar als het erop aankomt dat ik moet optreden tegen de mensen, zal ik het ook hard moeten doen. Maar daar gaat het uiteindelijk om. Want ik maak ook deel uit van die samenleving. U heeft eigenlijk vanaf het begin aangegeven dat het belangrijk is dat de samenleving het veiligheidsgevoel heeft. Maar dan verbaast het me wel als we nog afgelopen week een opiniepeiling hebben gehad waarbij juist het tegendeel beweerd wordt. Dat mensen zich niet veilig voelen. Wat is uw reactie daarop? Nou, het uiten van een gevoel is relatief, hè?
Relatief. Maar ik neem ook dat mee als een meetmoment. Hè. Ik heb recentelijk nog, want ik ben vaak in conclave, om het zo te noemen, met mijn korpsleiding. En dan neem ik dat als een meetmoment. Van gelet op de opiniepeiling, moeten we aanscherpen. En ik stel niet, jullie moeten aanscherpen, wij moeten aanscherpen. Er was eens een opiniepeiling van 56% vertrouwen in het Korps Politie Suriname. En ik heb dat als meetmoment genomen. Ik had toch wel een bepaalde mate van geruststelling, want 56% zegt toch wel wat. Ja. Maar het is niet genoeg. Je streeft altijd een beetje. Natuurlijk, naar veel hoger. Ja. Naar veel hoger. Snapt u? Dus ik heb het al gezegd, een uiting van een gevoel is relatief. Maar ik zet het zo positief mogelijk om mijn mensen te motiveren als ze zelf moeten indoctrineren, sterk beïnvloeden. Soms gebruik ik zelf het woord opzwepen. Ja? Om het werk zo goed mogelijk te doen. En dan is het zonder aanzien des persoons. Ook mijn waarnemend korpschef nu. Ja. Geef ik aan. Ik heb geen tijd. Snap je? Ja. En we gaan moeten werken. We moeten werken. Dus aanscherpen. Ten orde. Precies. tot slot, we staan aan de vooravond van de EU-select-meeting die door Suriname gehost wordt. Hoe belangrijk is deze meeting voor Suriname en wat beogen we hieruit te halen? Nou, die EU-select-meeting is van eminent belang voor Suriname. Ja? Ik weet niet of u het al weet, maar EU-select is eigenlijk een samenwerkingsmechanisme tussen de Europese Unie, de Latijns-Amerikaanse landen, ja, en de Caribische staten. En dan hebben we het over die samenwerking, ja, op het vlak van drugsbestrijding. Okay. Ja, hoe pakken we het op? Hoe bestrijden we het? En hoe kunnen we het indammen? Want drugsbestrijding, drugscriminaliteit, behoort tot eigenlijk die grensoverschrijdende criminaliteit. En het is niet iets van Suriname alleen. We moeten het niet alleen bilateraal aanvechten, maar ook regionaal, eigenlijk mondiaal. Alle actoren moeten erbij betrokken worden. Ja, het is niet iets van Suriname alleen. Want wij produceren geen drugs. Het komt eigenlijk vanuit Latijns-Amerika. En Suriname wordt als doorvoerhandel gebruikt. Doorvoerhaven gebruikt, ja, om dan het te doen bereiken, om te zetten in Europa, in Zuid-Afrika of zelfs Amerika aankomt. Dus we hebben alle actoren nodig. Ja. Voor die samenwerking kan ik u wel aangeven dus dat er goed contact is, goede samenwerking is met verschillende actoren, met verschillende organisaties zoals de DEA is er één van, de UNODC. We hebben SICAT, daar mogen we niet aan voorbij gaan. Maar dat alles gebeurt vanuit het Nationaal Drugsmasterplan. Er is een Nationaal Drugsmasterplan geformuleerd. Waarvan de basis is eigenlijk die verplichtingen welke voortvloeien uit verdragen. Ja? Ja. En Suriname heeft die verdragen, heeft zich ook gecommitteerd aan die verdragen. Dus al bij al, ja, is het geen nationale aangelegenheid, maar het is een internationale aangelegenheid. En wat we eigenlijk beogen, ja, met die high-level meeting, waar niet alleen het ministerie van Justitie en Politie zal meedoen. Je hebt ook het ministerie van Volksgezondheid. Ik kom wederom op het directoraat Nationale Veiligheid, die een belangrijke rol vervult in het geheel. Bij die gelegenheid zal er een uitwisseling plaatsvinden van ervaringen, best practices, maar ook de bad practices. Zo leren we van elkaar. We grijpen het aan om ook meer bekendheid te geven aan Suriname, ja. Ja? Maar om ook te leren uit de ervaringen van de overige landen, ja, die zullen participeren. Dus dat is de uiteindelijke bedoeling.
En als we dat samen doen, dan denk ik wel dus dat het ons zal lukken om te werken naar een reducering van het drugsproblematiek binnen Suriname, binnen die regio, ook zelf binnen de EU. Want ze hebben dat probleem. Ja. Om het zo aan te geven. De consumenten zitten in Europa. De consumenten zitten in Zuid-Afrika. Ja, de consumenten zitten in Amerika. Als die consumenten er niet zijn, is het niet interessant, toch? Klopt. Ja. Snapt u? Ja. Wij hebben het probleem vanwege die uitgestrekte grenzen. Ja, dat men via Suriname, ja, het eigenlijk doorvoert naar de gebieden welke ik eerder heb genoemd. Mm-hmm. Ja, en het gaat niet alleen maar om die drugsbestrijding, dat we die goede samenwerking hebben. Maar we werken er ook naartoe om samen met andere landen de grenzen nu echt wel uiteindelijk beter te gaan beschermen. Ja. Dat is het. Oké. Tot slot mag u een korte boodschap geven aan de samenleving. Nou, ik ben meer dan duidelijk geweest. Hè. Criminaliteitsbestrijding is niet alleen van justitie en politie of van die regering. Laten we het geloof hebben. En ook nog de handen in elkaar slaan om het samen te doen. Ja? Men kent mij nu na een jaar toch wel beter. Ja. En ik moet erbij zeggen, ik wil afsluiten door te stellen van die opdracht mij gegeven, wil ik zo goed mogelijk uitvoeren en tot een eind brengen. Het is meer dan een opdracht. Er is geen beroep op me gedaan. Er is een opdracht gegeven. En zoals ik het eerder heb gezegd, mag die samenleving ervan overtuigd zijn dat niet het individueel belang gediend zal worden, maar het algemeen belang. Daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat ons om ons geliefd Suriname. Ja. Mensen moeten zich veilig voelen. En ik kan het niet zonder de mens. Zonder de samenleving. Dank u. Dank u wel, minister. U heeft het gehoord van de minister van Justitie en Politie. Alle actoren zijn belangrijk, dus ook u als samenleving. Als u de politie voorziet van de nodige informatie, helpt dat ook de onderzoeken te versnellen. Dat was het weer voor deze aflevering van Opinie. De herhaling hebben we op de woensdag en de vrijdagavond om 8 uur. Wilt u in alle rust deze aflevering bekijken, dan kan dat altijd op de YouTube-channel van het Nationaal Informatie Instituut. Ik bedank u voor uw aandacht en zeg goedenavond. Opinie.